allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Misschien zien jullie het al, ik ben op vakantie geweest, vandaar dit heerlijke zongebruinde kleurtje. Ik moet er een beetje aan wennen, misschien dat het op camera ook even wennen is, omdat je mij natuurlijk normaal gesproken best wel bleek bent gewend. Ik ben best wel bruin geworden voor mijn doen, ook een klein beetje niet, maar dat kom ik zo op. En ik moet altijd een beetje wennen aan mijn make-up. Ik heb net een paar uur geleden ben ik uit het vliegtuig gestapt. Dus het zou ook kunnen dat mijn make-up misschien niet zo heel erg mooi zit. Ik heb het een beetje proberen mooier te maken. Dus ik hoop dat jullie niet te veel aan storen. Maar wat ik wel heb, ik heb hier een hele grote tas. Eigenlijk mijn hele bureau ligt eigenlijk gewoon best wel vol. Met allemaal spullen. Ik heb nog heel veel pakketjes gehad terwijl ik weg was. Die ik bestelde bijvoorbeeld in de Jeffree Star Summer Collectie. Ga je binnenkort mijn kanaal zien, dus... Wil je dat absoluut niet missen, ram maar vast op die rode abonneerknop. Maar ik heb ook heel veel gekocht op vakantie. Ik heb op Schiphol natuurlijk wat geshopt. Ik heb in Marbella bij de Sephora geshopt. Dus als je dat niet wil missen, blijf dan ook zeker kijken. En nog een paar kleine dingetjes die ik nog even bij wil pakken. De tas is heel groot. Let's get begin. Ik begin even met twee dingetjes die niet helemaal deze vakantie zijn, maar die ik wel eigenlijk even in deze video wil laten zien. Omdat ik ze en heel erg veel gebruikt heb op vakantie. En omdat deze zeg maar wat kleiner zijn, wat ik er nog wel even tussen kan doen. Ik babbel weer veel te veel. Let's get it started. Allereerst heb ik voordat ik op vakantie ging, en heel stom, ik heb hem dus niet meegenomen op vakantie. Stupid me. Een nieuwe tas gekocht. Deze is van het merk Tom en Eva. Deze heb ik gekocht bij Lovies. Deze tas was in de sale. Ik vond hem eigenlijk altijd al heel erg leuk. Maar ik vond hem eigenlijk altijd best wel een beetje duur. En uiteindelijk heb ik hem toch gekocht. Het is deze clutch slash tas. Hij is van velvet. Hij is een beetje bordeauxachtig. Ik vond de zwarte ook heel erg mooi. En ze hadden deze en een donkerblauw. En toen dacht ik, donkerblauw is not my type of color. En ik vond deze wel heel erg mooi. Op camera zie ik al dat hij een stukje lichter lijkt dan dat hij in werkelijkheid is. Hij is een beetje bordeaux aubergine-achtig, maar dan niet zo donker. Er kan best wel wat in. En dan bedoel ik best wel wat. En het is gewoon echt een superhandig tasje, even zo'n tussendoortas. Ik vond de kleur gewoon heel erg tof. Ik weet niet meer precies de prijs, dus die ga ik hier even voor jullie erbij zetten. Maar dit is dus mijn nieuwe handtas slash clutch. Ik vind hem heel erg tof en het is mooie kwaliteit, serieus. En toen hij in de sale kwam, kon ik hem eigenlijk gewoon niet laten liggen. Dus ja, love deze nieuwe tas. Sorry als ik weer zo heel overenthousiast ben. Dan merk ik altijd dat ik heel snel en veel praat. Maar ik ben zo blij, zo enthousiast, dat ik dat echt even, dat je me dat echt even moet vergeven. Dan heb ik afgelopen vakantie onder andere de Linda gelezen. Linda Meijden. En daar zat een cadeaubonnetje in van My Jewelry. En nou heb ik hier toevallig een pakketje van My Jewelry. Want ik zag dat bonnetje. En ik had laatst een armband gezien bij My Jewelry die ik eigenlijk heel erg leuk vond. En stiekem hoopte ook dat ik hem paste. En voor mij was het 20% korting als ik het goed heb. En toen had ik echt zoiets van... misschien moet ik alvast gewoon bestellen. En terwijl ik dat dus besteld heb, is het ondertussen binnengekomen. Ik pak heel even de schaar erbij. Of een mesje. Dan is het net even wat makkelijker. En het grappige was ook, ik vraag me niet hoe dat komt. Ik had eerst echt zoiets dat het te mooi waar te zijn. Ik mocht zomaar nadat ik bij My Jewelry dit had besteld, ook een voucher kiezen voor een andere webshop. En daar stond een voucher tussen van de Make-up Spot. Dus ik heb mijn Jeffree Star Summer Collectie gekocht met mijn spaarpunten van de Make-up Spot. En extra korting, want volgens mij kreeg ik in totaal nog iets van 25 euro korting door die voucher. Ja, het is gewoon eerlijk, maar het was echt zoiets van, is it good to be true, but it was true. Heel even kijken, het is een heel klein doosje. De sieraden zijn natuurlijk niet altijd zo heel erg groot. Er zit een boekje bij, speciaal voor jou, alvast de klant. 10% korting op je volgende bestelling. Super tof, leuk boekje. De bon, en hier zit het in. Het is echt heel mini en er zit dus ook een armband in. En ik heb nu al zoiets van, ik hoop wel dat die past. Want dan heb ik nog hele lieve vriendinnetjes die daar ook heel blij mee zijn hoor. Maar het is in principe voor mij bedoeld. Dus ik vind het altijd jammer als dat dan niet past. Maar zo te zien kan je hem open doen. Het is niet een hele speciale armband. Het is eigenlijk gewoon een vrij simpele bangle met van die gaatjes ertussenin. Een beetje dat minimalistische eigenlijk. Heel even kijken, want als het goed is kan die hier ergens open. Hij gaat dus niet trekkend open, maar je moet een soort van duwen en dan gaat hij open. Ik heb niet hele dikke polsen, dus ik ga er wel van uit dat hij past. Hij past, maar hij zit wel een beetje strak. Nou weet je dat die bengels op zich al zo moet vallen, met bijvoorbeeld dit bordje hier.
komt hij een klein beetje doorheen. Misschien moet ik er gewoon even aan wennen. En door het vliegen vaak zeggen ze dat je huid altijd wat meer vocht vasthoudt en dat soort dingen. Maar goed, dit is in ieder geval de armband. Ik vind hem wel echt super leuk. Ziet er mooi uit. Ik denk dat ik gewoon even moet wennen. Ik vind hem wel heel erg mooi. En ik ben er eigenlijk gewoon heel erg blij mee. Je hebt namelijk ook geen andere maten van deze. Dus het is een beetje zo van one size fits everybody. But not everybody. Kijk, zo vind ik hem al mooier. Dan zit hij niet zo op dat botje, zeg maar. Ja, ik vind hem wel mooi. Dit is mijn nieuwe armband. Ik wil even kijken hoe dat hij nou ook weer heet. Als het goed is, staat dat op de bon. De Open Square Bangle Silver. En deze was €24,95. En als tweede heb ik eigenlijk iets besteld. Omdat anders mijn kortingsbon zeg maar niet kon gebruiken. En dat zijn twee hele simpele. Het is een paar gewoon oorringen. Zilver. Niet heel bijzonder. Ik ga straks even in. Want ik heb nog geen oorbellen in. Ziet er mooi uit moet ik zeggen. Ik weet niet of zilver ook echt zilver is. Ik denk het wel. Maar het is de eerste keer dat ik bij My Jewelry heb besteld. Ik vind ze wel mooi uitzien. Maar het formaat is ook wel mooi. Ik heb zoals jullie weten van die hele kleintjes. Dat vind ik wel heel tof. Maar ja, dit blijft altijd lekker oldschool. En lekker, ja, ik weet niet. Het voelt altijd lekker een beetje sexy of zo. Ik kan er niks aan doen. Ik vind deze armband in ieder geval super tof. Dus dit is mijn bestelling van My Jewelry. Gauw verder met de vakantie aankopen. Deze video gaat lang worden. Ik weet het nu al. Als je echt zit in een mega lange, overdreven, enthousiaste shoplog. Dan zit je hier goed. En ga vooral niet weg. Voordat ik met de vlucht begon richting Malaga, want wij zaten namelijk op de Costa del Sol in het plaatsje Estepona, voor degenen die dat kennen, kwam ik op een gegeven moment op Schiphol en ik kwam vaak even langs de boekwinkel, langs de parfumerie, je kent het wel. We waren natuurlijk ook bij de boekwinkel geweest en daar heb ik dit boek gekocht. En degenen die mij vast wel kennen, en tenminste dit boek is van Monica Geus, en degenen die mij kennen weten dat ik niet zeg maar, ik volg heel veel YouTubers, maar Monica niet per se in het bijzonder. Af en toe heb ik wel eens een vlog van haar gezien, maar ik had nooit zo echt iets met haar. En op een gegeven moment kwam ik dit boek tegen en ik wist dan dat ze, via had ik dan zomaar gelezen op nieuws of zo, ik weet niet precies, dat ze dus een boek had geschreven. En ik had dit boek op een gegeven moment in mijn handen en ik dacht, ah, dat is dat nieuwe boek. En het zag er mooi uit. Ik vind het er zeker mooi uit. Ze heeft Monica echt mooi gedaan. En ik zat het op de achterkant te lezen en ik ga natuurlijk niet alles verklappen. En ik had zoiets van, weet je, ik ga dit boek kopen. En het is eigenlijk een soort, ja, biografie en een beetje een verhaal over haar verleden. Er zitten ook hele mooie illustraties in. Natuurlijk is het gewoon een hele mooie vrouw, dus... Het is echt wel een mooi boek en ik heb eigenlijk wel geleerd dat je niet altijd mensen, ja, gewoon echt kan beoordelen op hoe ze nu zijn. Ze hebben vaak veel meegemaakt, nou, dat is in Monica's geval best wel zo. Waardoor je ja, toch anders in je leven gaat staan. Een soort muurtje om je heen bouwt en daar is op zich ook niks mis mee. En ik ben heel blij dat ik dit boek gekocht heb en het heeft mij een andere kijk gegeven op haar. Ik vind haar nu niet meer... Ik zou haar nu eerder zeg maar, gaan volgen. En misschien klinkt het echt heel stom, want ik weet dat heel veel mensen weer fan van haar zijn. Maar nu ik haar wat beter ken door dit boek... begrijp ik het allemaal wat beter. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat je dan misschien... ja, weet niet, als je wat bekender bent, dan sta je misschien wat anders in het leven. En aangezien ik dat zelf natuurlijk niet echt heb, nog niet zo erg tenminste, moet ik er altijd heel erg aan wennen. Vind ik al heel gauw dat mensen een beetje sterrenlures krijgen en niet Monica in het bijzonder, maar gewoon in het algemeen. En door dit boek te hebben gelezen, is mijn kijk erop veranderd. Het is echt wel even een brede blik. Ik heb dit eigenlijk gedurende de hele vlucht zitten lezen en het was eigenlijk gewoon na de vlucht klaar. Het was een vlucht van 2 uur en 35 minuten, dus op zich was ik er snel doorheen. Maar dat betekent dat ik echt een goed boek vond. Het is My Way, Monica Geuze. En het is echt een aanrader. Monica, mocht je dit zien. Sorry dat ik misschien in het begin niet zo heel erg enthousiast over je was. Maar door dit boek heb je mijn blik daarop echt veranderd. Ik vind het een super tof boek. En mij betreft schrijf je er nog een. Dus Monica, props voor jou. Sorry, dat moest even. Oké, snel verder met het volgende. Even kijken hoor. Er zit hier echt van alles in. Ik heb ook niet meer van alles bonnetjes. Wel van Sephora onder andere, uiteraard bewaard, maar niet van alles. Dus daar ben ik gelijk even heel eerlijk in. Even kijken. Wij kwamen in, moet ik het goed zeggen, het plaatsje Ronda, kwamen wij een winkeltje tegen. En het was een beetje de expo-achtig. Dus het was een beetje van die gadget dingetjes, beauty dingetjes, had ook wat sieraden, van die emoji kussens. Heb je onder andere, die ga je binnenkort nog in mijn vakantievlog terugzien. Daar kwam ik onder andere dit ding tegen.
Misschien dat sommigen het wel kennen, misschien sommigen ook niet. Dat is zo'n masker in dit geval. Er zit van dat vloeistof in, maar ook van die icepacks van worden gemaakt. En die kan je dan gewoon zo omdoen. Nou, ik ga dat nu even doen, want ik heb make-up op. Maar deze kan je in de koelkast leggen en dan kan je dit lekker zeg maar koud zo op je gezicht dragen. Vooral lekker als je hoofdpijn hebt of als je een beetje, je kent het wel, een beetje blauwe kringen onder je ogen hebt. Is dit ook gewoon heel erg lekker. En ik dacht, weet je, dit soort product heb ik altijd wel een keer willen hebben. Het is ideaal ook als ik later, tenminste later, als ik binnenkort, wij gaan namelijk terug verhuizen naar Gorinchem voor degene die dat nog niet weet, volgend jaar krijgen we ook een bad. Dan is dit heerlijk. Ik heb op vakantie ook lekker in bad gezeten met dit op. Ik vond het heel erg lekker en het is gewoon super makkelijk. Je koopt gewoon eenmaal zoiets en dat ding gaat jaren mee als je er niks geks mee doet. Dus dat was echt wel even leuk om een keer te kopen. En de winkel heet trouwens Allee Hop. Als ik het goed lees, het staat hier. Allee Hop. Ik denk het. Kom ik ook dit tegen. Ik denk dat je wel een beetje kunt zien. Dit is een standaardje. En hier kan je telefoon in dit geval in. Er zit hier onder andere een klep dat je die, het zuiglapje zeg maar kan vastzetten. Nu zit er nog een plasticje op. En dan kan je hier dus je telefoon inzetten. Ik weet niet precies hoe stevig. Oh, kijk, je kan het nog uitschuiven. Ik wil zeggen hoe stevig is dit, maar je kan het uitschuiven. En dan kan je dus opplakken in bijvoorbeeld in je autoramen. Dan kan je hier als navigatie indienen. Nou, super handig. Ik dacht eraan dat het handig was om mee te vloggen. Zoals je weet, ik vlog niet zo heel vaak. Maar ik vind het wel erg leuk om in de auto. Zeg maar, ik wil wel gewoon fatsoenlijk in de auto rijden. En ik wil ook echt absoluut geen gevaar op de weg zijn. Maar ik vind het wel heel lachen als ik gewoon bijvoorbeeld mee zit te blaren met het foute uur. Om dat een keer terug te kunnen laten zien aan jullie. En dat kan dus niet als ik mijn camera moet vasthouden, want dan kan ze maar nergens echt goed neerleggen. En toen kwam ik deze tegen, toen dacht ik, ja, daar is deze wel heel goed voor. En het zag er gewoon goed uit, de kwaliteit voelde goed, zuignap was best wel groot, dus daar kan echt wel, die kan blijven wel stevig zitten. Maar er staat bijvoorbeeld ook op dat je hem aan de muur kan doen als je in bad zit, als je aan het koken bent, plak hem op en kan je bijvoorbeeld even een YouTube video kijken. Er zijn allerlei suggesties op en voor die 8 euro, wat die volgens mij was, ik weet niet helemaal zeker, vond ik dit echt een goede aankoop. Dus ja, deze. Dan heb je in Estepona, waar wij zaten, een hele grote supermarkt, Carrefour. En Carrefour heeft ook een beautyafdeling. Ja, beautyafdeling. En daar heb ik nog een paar kleine dingetjes gekocht. Niet heel speciaal, maar ik vond het nogal leuk om nog even te laten zien. Dat zijn deze maskersponsjes. Mijn moeder gebruikt dit echt al, nou, ik denk bijna al net zo lang als dat ze zeg maar, mijn leeftijd had. Dus dat is pas een tijdje, mama. En dit zag van die maskerspons, daar haalt ze altijd de reiniging en zo mee af. En de make-up en zo. Dus gewoon reiniger op het gezicht doen en dan met, zeg maar, het water met dit eraf halen. Ik gebruik heel vaak namelijk washandjes. En wat ik zo verschrikkelijk vind met washandjes, dat het, ja, het vuil gaat naar mijn idee heel erg in dat washandje zitten. En ik moet eigenlijk wel elke dag een nieuw washandje gebruiken, wil ik hem goed kunnen schoonmaken. En ja... Dat vind ik eigenlijk gewoon niet fijn. Ik heb vaak het idee dat mijn buisjes er ook wat erger van worden. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je, ik ga dit eens een keer proberen. Dat deed ik best wel, was een beetje verbrand in mijn gezicht onder andere. En dat deed ik best wel pijn met een washandje. Dit was echt een stuk zachter. En ja, ik ben helemaal om. Ik ga voortaan dit gewoon gebruiken. Nou komt deze dan toevallig uit Spanje. Ik had er 2 gekocht. Deze heb ik meegenomen. Die andere heb ik laten liggen. En ik ga dit vaker gebruiken. Ik denk dat het ook echt wel een tip is voor mensen die gewoon echt hun gezicht gewoon goed willen schoonmaken. Het is ook een heel klein beetje scrubbend omdat er een beetje zo'n laagje omheen zit. Maar ik heb wel het idee dat mijn gezicht echt veel meer schoon voelt. Zeker met een goede reiniger als ik deze gebruikt heb. Dus het is echt een tip. Dan had ik ook nog, ja ik heb hem even in plastic ingepakt want het zakje had ik weggegooid. Dit is een douchespons, badspons. Maar wat ik heel erg fijn vind aan deze, hij is sowieso heel groot, die gaatjes die kan ik niet echt verklaren. Ik denk dat er dan meer product of zo in blijft zitten. Maar hij is ook een soort licht scrubbend. En ik was een beetje verbrand op de eerste paar dagen op vakantie. Ik ben gewoon niet zo erg gewend aan de zon, dus ik verbrand daardoor in het begin altijd heel snel. Daarna valt het wel mee. Dan is het gewoon heel lekker als je goed bruin wordt om een beetje te scrubben. En deze gebruik ik dan gewoon met een Rituals shower foam onder de douche. En dat was zo lekker dat ik dacht van oké, deze spons wil ik mee naar huis nemen. Dus vandaar dat hij gewoon heel cheapy even in het plastic zat. Want hij was nog een klein beetje vochtig. Ik heb hem vanochtend nog gebruikt. Maar deze spons, echt... Als ik hem ooit een keer in Nederland tegenkom, koop ik hem. Maar je kan deze dus onder andere kopen bij Carrefour. Dat heb ik dan toevallig gezien. Maar het was echt een super fijne spons. En normaal hou ik helemaal niet van dat soort dingen onder de douche. Maar deze was echt fijn. Dan heb ik nog gekocht deze kettingen. Volgens mij zijn het er namelijk 2. Daar kom ik namelijk niet helemaal goed achter. Deze heb ik gekocht bij de Zara. En ik ga een klein beetje storytime vertellen. Ik heb
snel irritaties. Ik heb snel irritaties bij de kassa. Ik ben gewoon wat dat betreft echt een ontzettende mieper. Ik vind dat gewoon heel snel irritant als dat te lang duurt. Of als mensen super sloom zijn. Ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Maar ik stond in de rij op een gegeven moment. Mijn moeder die was even aan het rondlopen een beetje. En ik zag deze ketting en ik dacht, ah, leuk. Deze was trouwens 13 euro. Dus ik ging in de rij staan. Voor mij stonden twee, ik dacht dat het Spaanse dames waren. Eén bij de ene kassa en ander bij de andere kassa. En ook met twee kassamedewerksters. Daarvoor stond, zeg maar voor mij stond nog een mevrouw met voor mij een slipper en een truitje of zo. Dus ook maar twee dingetjes. En ik had dan deze ketting vast. Achter mij werd de rij ook steeds langer. Er werd op een gegeven moment een derde kassa bijgeroepen. Maar ik zweer het je, ik denk dat ik gewoon in totaal een half uur heb staan wachten. Er werd totaal geen aandacht geschonken aan de rest van de rij. Er werd alleen maar aandacht geschonken aan de mensen die daar stonden. En die, ik weet niet wat ze aan het doen waren. Of mij deden de creditcards niet. Of ze waren iets aan het ruilen. Maar ik heb nog nooit zo lang in de rij gestaan en zo onbeschoft behandeld geweest. En ik vind dat wel grappig in het buitenland, vooral in Spanje. Ik heb het nog niet zo heel vaak in andere landen gezien, volgens mij. Heb je heel vaak in winkels van die, ja, het zijn een soort standaards. En daar zitten vier knoppen op met vier smileys. Van rood naar een beetje oranje, geel en groen. Nou, dat wil dus zeggen goed, middel, maar of buh. Om maar zo. Oké, lekker dit. En nou, ik had dus echt gewoon neiging om kaart op die rode knop te drukken. En op een gegeven moment, degene voor mij, die gooide alles bij de kassa en die liep weg. En toen had ik echt zoiets van, zal ik ook weglopen? Toen dacht ik, ja, weet je, het is wel een leuke ketting. Ik heb hem nog niet eerder gezien. En ik had zoiets, ik sta er nu toch al een half uur, laat ik maar gewoon blijven staan. En op een gegeven moment kwam er eindelijk een nieuwe kassa bij. Dus ik zou je vertellen dat degene die daar dus stonden voor mij nog steeds niet weg waren toen ik weg was. Nou, dat is wel heel dramatic. En ik moest wel lachen, want ze hadden zeg maar, ja dat vond ik zelf een beetje asociaal, ze hadden hun telefoon bij de kassa liggen. Of het nou van zeg maar, hun eigen was of de werktelefoon, zakelijke telefoon. En dan kon je dus die emojis, die smileys die je dus kon beoordelen, kon je op die telefoon zien. Nou had ik dus gezien dat heel veel mensen achter mij ook weg waren gegaan. Op die rode knop al goed. En dat kon ze dus op haar telefoon zien. Dus ze deed heel snel zo die telefoon wegmoffelen toen ik aankwam. Maar ik had het heus wel gezien. Dus Sarah, Spanje. Nou, ik hoop dat je veel geduld hebt. Want je staat wel even in de rij. Ketting vond ik heel tof. Laten we gauw verder gaan. Nee, ik vind het een leuke ketting. Ik vond het deed me wel een beetje denken aan. Ja, van die schakels. Als je dingen heel vaak afzet of zo. Of handboeienachtig. Daar deed mij een beetje aan denken. Maar volgens mij zijn er twee kettingen. Want ik zie twee verschillende slijtingen. Dus je hebt deze die is wat grover. En deze die is wat fijner. Het is niet echt een choker. Want je kan best wel nog wat lager doen, zie ik hier. Maar ik vond het gewoon leuk. Ik hou van schakels. Mijn horloge heeft ook van die schakels. Dus ja, I like it. En het past ook wel even bij mijn nieuwe armband, dacht ik zo. Uiteraard bewaar ik Sephora tot het laatst. Want ja, dat is het meest, zeg maar. Dan ben ik onder andere ook bij het Mariposa Vlinderpark geweest. Volgens mij was het Mariposa. Of had het nou nog een... Zeg maar, het was Mariposa. Volgens mij had het dan nog een naam. Maar het Mariposa Vlinderpark in Bene Maldena geweest. Het is echt een vlinderpark. Volgens mij het grootste vlinderpark van Europa. Allemaal vlinders. Een hele grote tuin vliegen. Echt super leuk om te zien. Ik heb ook mooie shots gemaakt met mijn vlogcamera. Dus die moet je zeker binnenkort even gaan checken. En dan vind ik het altijd wel leuk om iets van een souvenirje te kopen. Of als ik iets leuks zie. En toen kwamen wij, tussen mijn moeder en ik vonden deze leuk. Deze sleutelhanger tegen. Nou, voor degene die het misschien niet weten. De auto die ik rijd is van mijn moeder. En wij delen dus samen onze, ja, de auto. En we vonden dit gewoon een leuke sleutelhanger. Het is een vlinder. Zwart met van die, ja, het is het soort strassteentjesachtig. En zo'n kwastje en twee van die kraaltjes. En die kan je dus zomaar gewoon aan je sleutelbos hangen. En die vonden we erg leuk. We hebben er nu eentje aanhangen van de Rituals. Ook zeg maar zo'n kwastje. Maar dan zilver. Maar die is helemaal uit elkaar aan het vallen. En het ziet er eigenlijk gewoon niet meer uit. En ook ter herinnering aan Mariposa vonden we dit ja, leuk. Dus deze. Ik weet niet wat die kostte. Ik dacht iets van... Maar zat het... Oh kijk, het zat er wel op. €7,50. Ik moet zeggen, het is niet heel cheap. Maar ja, het is wel mooie kwaliteit. Het is mooi stevig. En ik denk niet dat die heel snel kapot gaat. Dus dat vind ik dan op zich al de moeite waard. Ik moet zeggen dat ik sowieso altijd in de dierentuin ook en dit soort dingen altijd heel prijzig vind. En van die magneetjes ook in supermarkten en zo. Sommige mensen sparen dat voor op de koelkast. Vind ik echt duur. Het spijt me. Ik snap dat, zeg maar, dat ze daar hun winst uithalen qua toerisme. Maar ik vind dat toch altijd dat ik echt zoiets heb van... Maar deze vond ik gewoon, ja, tof. En
even kijken. Dan ben ik nog geweest bij de Douglas. Ook in het La Canada Plaza in Marbella. Ja, waar dus ook de Zara zat trouwens. En nou heb ik dus snel dat ik mijn armen en zo worden op zich best wel snel bruin. Mijn rug vooral en benen ook wel. Maar op een of andere manier mijn gezicht wat minder. Sowieso als ik last heb van puistjes vind ik het niet fijn om helemaal geen make-up op te hebben in de zon. En dan zou je denken, ja maar dat is super dom, het wordt je niet bruin, dit en dat. Maar zelfs op vakantie wil ik me gewoon niet schamen ofzo. Ik vind het wel fijn als ik gewoon een beetje netjes erbij loop. Dus ik had op een gegeven moment gewoon zoiets van, misschien moet ik toch maar eens een keer iets van een zelfbruiner proberen. Of zo'n bronzing mousse. Maar ik vind het toch altijd heel erg eng. En ik wil echt niet van die vlekken in mijn gezicht. Echt niet gewoon. Want ik zie ook wel eens video's van mensen dat ik denk van, what have you done with yourself? En dan zijn ze zo bruin en dan hebben ze zulke lichte wenkbrauwen. En het haar is gewoon, nou ik ben best wel blond momenteel. Vind ik gewoon niet zo mooi. Dus ik wilde gewoon een natuurlijke manier waarop ik niet vlekkerig bruin werd met een zelfbruiner. Nou die heb ik dus gevonden met een product bij Douglas. Mijn moeder werkt bij Douglas zoals jullie misschien wel weten in Gorinchem. Dus die kent het hele assortiment. Dus zodoende heeft ze me een beetje geholpen. En ik heb gekocht de Clarins Liquid Bronze Self Tanning Milk. Moest even nadenken. Dit is het doosje. En dit is de fles. Het is dus een milk. Je hebt druppels, als ik het goed zeg. Een beetje cremig is dat. Die zijn wat vetter. Ik heb wel snel wel een wat vettere huid. Dus ik vind dat niet zo heel erg fijn. En mijn moeder zei, daarom kan je beter de milk nemen. Goed schudden. Op een watje of met je handen. Goed over je gezicht verdelen. En even 10 minuutjes laten intrekken. Ik heb nu 2 keer gebruikt. Eergisteren en gisteren. En ik ben mooi meegekleurd. Als ik nu mijn hand naast mijn gezicht leg, is het gewoon een geheel. En is het niet zomaar bruine hand, wit gezicht. Nou is dat heel drastisch, maar ik vind het gewoon niet prettig. Dus ja, daar was ik eigenlijk gewoon heel erg blij mee. En je gelooft het niet. Deze is normaal €50 als ik het goed heb. Nou, en toen mijn moeder dat zeg maar vertelde van ja, bij ons zie je €50. Ik dacht van mam, ik denk €50. Zoveel, weet je, voor een product wat ik niet weet wat het gaat doen op mijn huid. Wat ik nog nooit geprobeerd heb. Vind ik dat best prijzig. Maar deze was €15. Dat is een aanbieding. En ik had er gewoon achteraf 2 moeten kopen. Maar dat weet ik natuurlijk niet als ik het nog nooit geprobeerd heb. €15. Love it. Ja, echt love it. Nieuwe favoriete zelfbruin product. Ik had er al eentje van Sisley. Als je mijn vlog zo wat langer volgt, nog van een tijd geleden, heb je dat een keer gezien. Het is een bruin tubetje. Die is €80 uit mijn hoofd. Deze is way better. Deze is net even iets intenser of zo. Die van Sisley is heel natuurlijk. Maar ja, die wordt op een gegeven moment ook niet meer bruin, zeg maar. En deze kan je echt 4 dagen achter elkaar gebruiken. En dan heb je echt al gewoon weer een bronzy glow op je gezicht. Dus ja, ik ben hier heel erg fan van. Dan, als ik het goed heb, op 2 dingetjes na, is het zometeen tijd voor Sephora. En dan zul je afvragen, waarom doe je dat nou tot het laatst? Ja, laten we daar heel makkelijk in zijn, zodat je tot het eind van de video blijft kijken. Ja, let's be fair. Ik bedoel, want iedereen wil natuurlijk de Sephora producten zien. Maar zodat jullie de rest ook nog even kunnen zien, bewaar ik dat lekker tot het einde. Ik heb nog gekocht bij Victoria's Secret op Malaga Airport 2 rollerballs. Hint, hint, hint. Deze kan je namelijk winnen op mijn kanaal. En daar staat een video van online, omdat Char Academy namelijk 4 jaar bestaat. Party! Heb ik deze onder andere voor jullie gekocht als cadeautje. Daarom vind ik het ook niet zo leuk om de prijzen hiervan te noemen. Ja, ik vind dat gewoon niet zo chill. Maar deze kun je onder andere winnen. Dit is de nieuwe geur. Hij is net 2 weken of zo uit. Dit is de Very Sexy Now. Eau de Parfum. En dit is een rollerball. Victoria's Secret Intense. En volgens mij heeft deze eigenlijk gewoon dezelfde verpakking. Qua het kwastje dan zeg maar. En ik zal hem even laten zien. Die ziet er zo uit. Die is echt een beetje wat meer dat uitgaans stijltje. Mooie roze. En een zwart kwastje. Die trouwens een klein beetje verpest is, zie ik. En dan is het tijd. Voor Sephora. En het is echt heel veel. Ik denk voor het laatst bij Sephora geweest in Rodos, in Griekenland volgens mij. En dat is alweer, ik denk 4, 5 jaar geleden inmiddels. Dus een tijdje geleden.
Ik bestel eigenlijk nooit online bij Sephora. En de merken die we niet hebben hier, die zijn of alleen maar in Amerika te koop. En sommige dus ook alleen in Frankrijk of Spanje. Kat Von D is er onder andere eentje van. Make-up Forever is sinds kort in een winkel in Amsterdam te koop. Ben er nog niet geweest, maar dat heb ik me laten vertellen. Je hebt onder andere Becca, Marc Jacobs Beauty en Too Faced. Want dat is natuurlijk ook niet in Nederland te koop. Wat gewoon best wel lastig te krijgen is, wat je bijna nooit in je handen kan hebben. En hier in Marbella, in La Canada City Mall, als ik het goed zeg, hadden ze dus een Sephora. Toen ik dat hoorde, mijn vader had gezegd, ja, we gaan naar shopping mall, dit, dat. En ik dacht, oh, leuk shoppen. Maar toen ik hoorde dat er Sephora was, was het echt zo van, ah! En toen was ik heel dat dansen toe. Dus hij zei, morgen naar Sephora, Oké, laten we maar gewoon lekker beginnen. Ik ben lekker losgegaan, dus kijk vooral lekker mee naar deze aankoopjes. Hier is de bon. Snel weg, want het is veel. Het is echt veel. Ik moest ook echt wel even slikken bij de kast. Voor degene die het leuk vindt om het allemaal op te tellen, prima. Ik hoef niet in de reacties te lezen. Ik weet de schade. Ik begin met een Marc Jacobs Highliner Matte Gel Eye Crayon. Marc Jacobs Beauty vind ik een mooi merk. Ziet er mooi uit. Ik had het nog nooit eerder geprobeerd en kan me laten vertellen dat de potloden heel erg fijn zijn. Dat ze daar echt best wel een beetje bekend om zijn geworden. En ik heb onder andere van de matte kleur de kleur Earthquake, als ik het goed zeg. Het potloodje ziet er zo uit. Beetje bruin, mat kaki bruin, niet te warm. Ik zal heel even swatchen voor jullie. En ze zijn echt super zacht, maar wel zeg maar gepigmenteerd. Dit is de kleur Earthquake. En hoe dit werkt, er zit hieronder ook een stickertje waar het op staat. Je kan er dus aan draaien en dan komt het potloodje naar boven. Want je zou namelijk, als je zo kijkt, denken dat je hem moet slijpen. Maar het is dus van dat ja, soort plastic, dus dat gaat niet. Dus je kan er aan draaien. Op zich wel een goed systeem. Ik hoop alleen wel dat het niet zeg maar kapot gaat. Dan zou ik het zonde vinden van het potloodje. En deze was €22. Ik had namelijk ook niet echt meer een bruin potlood. Heel veel zwarte potloden, maar geen bruin. En ik wilde eigenlijk de zwarte kopen, kom ik zo op terug. Maar uiteindelijk is het toch de bruine geworden. Dan heb ik gekocht van Make Up For Ever, de Full Cover, Full Coverage Concealer. De avond voordat wij de volgende dag naar Sephora gingen, heb ik de hele avond op mijn telefoon gezeten. Reviews opgezocht, Temptela gecheckt. Dat is een hele grote Amerikaanse blog, die echt alle producten probeert. En ik heb gewoon per merk gekeken van oké, what's most loved, what's most wanted, wat moet ik echt kopen. En jullie weten, ik heb niet de allerbeste huid. Ik moet zeggen, op camera vind ik het er nu goed uitzien. In de spiegel is het hier naar een beetje een breakout. En ik vind het absoluut niet mooi als ik echt een plamuurlaag op heb. Maar ik vind het wel heel fijn als ik een concealer op doe, dat ik dan niet alleen de concealer zie te zitten, maar dat ook zeg maar de puistjes weg zijn. En toen kwam ik er dus achter dat Make Up For Ever sinds kort een nieuwe concealer heeft. En dat is dus de Full Cover Concealer. Toen ik dat las en zag hoe dekkend die was, toen dacht ik van, I need to try this out. Want als dit een goede concealer is, dan betekent dat ik nooit meer een andere concealer hoef te kopen, want dit is de meest dekkende. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het ook leuk is om deze producten die ik bij Sephora heb gekocht in een full face met first impressions te gaan doen. Want ik heb bijna zo goed als een hele make-up routine gekocht. Helemaal koekoek, maar goed. Dat is dus een beetje het hele idee. En ik ben heel erg benieuwd naar deze. Want hij is ook niet goedkoop. Hij kost namelijk €31,90. Dus voor dat geld hoop ik echt heel erg dat hij de moeite waard is. Full Cover Make Up Forever. Dan heb ik onder andere ook iets gekocht bij Kat Von D. Natuurlijk bij Sephora. En die hebben dus ook Kat Von D sinds al wel een tijdje volgens mij in Spanje. Daar heb ik gekocht onder andere een Metal Crush Eyeshadow. Ik denk dat de meesten die Kat Von D make-up kennen, beauty wel kennen, deze oogschaduws kennen. Zijn heel gepigmenteerd, deze oogschaduws. En daarom wilde ik heel erg graag eentje. Alleen zijn er niet zo heel veel kleuren meer. Op internet had ik ze maar gekeken op de Spaanse Sephora webshop. Om gewoon even te kijken wat er ongeveer in het assortiment zat. Dat ik mezelf niet allemaal dingen wijs ging maken die er niet waren. Maar er waren niet heel veel kleuren die ik eigenlijk heel bijzonder vond. En dit is niet een hele speciale kleur. Maar het is wel erg mooi. En hij is zo goed gepigmenteerd. Dit is ziek. Ik ga het je laten zien. Ik heb de kleur Synergy gekocht. Is maar Syn en dan Urgy. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik haal heel licht mijn vinger hier overheen. Ik zweer het je.
Dit is de kleur. Het is wel een beetje een bruin, bronsachtige kleur. Maar hij is, wat ik al zei, ik heb bijna niks op mijn vinger. Kijk hoeveel pigment. Dit is gewoon full cover pigment. Zo mooi. Echt, ik vind het een hele mooie kleur. Ik twijfelde een beetje tussen de andere kleur. Die was meer een beetje koperachtig. Maar uiteindelijk ben ik toch voor deze gegaan. En ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het een hele mooie kleur. En ik vind het tot nu toe, wat ik op mijn hand heb geswatcht, een heel fijn poeder, hoe het aanvoelt. Dus dit ga je zeker binnenkort met een Full Face First Impressions deze kleur voorbij zien komen. En als ik hem fijn vind en ik ben nog eens een keer bij Sephora, ga ik zeker nog meer kleuren kopen. Excuses. Excuses als mijn stoel een beetje kraakt. Het is een bureaustoel van Ikea die ik echt al best wel een tijdje heb. Ik wil heel graag een nieuwe in mijn nieuwe kamer. Maar hij kraakt af en toe. Dus als je dat hoort, excuse me. Ik kan er niks aan doen. Ik probeer erop te letten. Dan kocht ik onder andere dit. Ik vind Too Faced een mooi merk. Ik mis het aan de ene kant ook wel in Nederland. Maar ik stond op een gegeven moment voor het schap van Too Faced. Ik dacht, oh, Too Faced. En het enige wat ik eigenlijk heel erg fijn vind van Too Faced, Better Than Sex mascara. Die heb ik zelf alleen in het klein gehad tot nu toe. Fijne mascara, maar ja, er zijn andere goede mascara's. Niet dat ik zeg, je moet die hebben, want het is gewoon heel lastig verkrijgbaar. Ik wil mezelf niet lekker gaan zitten maken met een merk wat ik heel lastig te krijgen vind. Tenzij ik het niet heel speciaal vind. Ik heb een tijdje de Shadow Insurance gebruikt. Nou, niet verkeerd, maar ik heb toch liever die van Urban Decay. Ik weet niet zo goed waarom. Misschien ook omdat het ja, wat makkelijker te koop is. En voor de rest heb ik van Too Faced een keer een bronzer gehad. De Leopard Bronze. Die vind ik op zich al mooi, maar meer nou, voor nu als ik mooi bruin ben. En voor de rest een paar oogschaduwpaletten. En voor de rest niet echt veel. Dus ik had als iets van, goh, ik zit nu voor dit schap te kijken. Waar valt mijn oog op? En je hebt natuurlijk het Peach Palette. Maar ik wist dat er ook een blush in die collectie zat. En er zat dus ook een trio in. En ik twijfel nu achteraf of het maar dezelfde kleur blush is als degene die ik bij Temptelia tegenkwam. Maar ik kocht dit paletje. Ik vind het sowieso nog steeds een heel mooi product hoor. Ik bedoel, stel dat het toch een andere blush is, jammer dan. Dit is een trio doosje. Het staat op Sweet Peach Glow. Met een highlighter, een blush en een bronzer. Echt super mooi. Als ik dit doosje namelijk open doe, dan ruik ik perzik. Ik wil deze eigenlijk liever nog niet swatchen. Want er zit nu heel erg mooi overal zo'n persikpatroontje in. Ik weet niet of je dat goed kan zien. En dat vind ik gewoon eigenlijk heel erg leuk om ook even op de foto te zetten. Dus deze ga ik voorbij zien komen in een Full Face First Impressions. Dit is volgens mij mijn duurste aankoop. Maar ja, dit is natuurlijk ook echt meer een paletje. En deze was 40 euro. Moet zeggen, het viel me mee. Ik ging op een gegeven moment namelijk naar Too Faced, naar dat schap. En toen zag ik, het was mijn moeder samen. Ik zei, oh mam, ik vind dit wel eigenlijk een heel mooi palet. Ze zegt, ja, maar je hebt al zoveel van die paletjes. En ik was zoiets van, ja, true. Maar iets in me zei, you're gonna love this. Dus ik dacht, ja, wil hem. Maar ik kon de prijs niet vinden. Dus ik had echt zoiets van, oh, dadelijk is hij echt 60 euro of zo. Ik heb ooit namelijk één keer een palet gekocht van Too Faced. Die was 65 euro. Achteraf niet helemaal zijn geld waard. Dus ik had zoiets van, misschien moet ik eerst bij de kassa vragen wat die kost. Uiteindelijk heb ik dat dus niet gedaan. En toen zag ik op de bon dat die 40 euro was. Nou ja, die concealer van Make Up For Ever is hetgene wat daarnaast het duurst was. Die was 31,90 euro. Dus ik had zoiets van, nou, 40 euro. Ik vind het meevallen. Dan kocht ik nog iets van Kat Von D, namelijk een Studded Kiss lipstick. Mijn moeder vindt de liquid lipsticks van Kat Von D, de Everlasting Liquid Lipsticks, heel erg fijn. Ik heb ooit een keer voor haar via een vriendinnetje die naar Londen ging de kleur Bow & Arrow gekocht. En ze heeft er nu nog een paar gekocht. Uit mijn hoofd Hawkwind en Double Dare. En ik vind zelf de liquid lipsticks een beetje droog voor wat ik fijn vind. En ik vind zelf de Studded Kiss lipsticks heel gaaf met die studs. Ik moest gewoon niet alleen omdat ik ze mooi vind, maar ook gewoon deze verpakking. Ik moest er gewoon eentje hebben. Alleen ik vond het zo moeilijk welke kleur dan. En uiteindelijk ben ik gewoon heel cool turkey voor de kleur Lolita gegaan. Meest bekende kleur. Er zit een handtekening op van Kat Von D aan de binnenkant. En I love it. Ik ga ook graag even erbij zeggen, ik weet tussen die fight van Jeffree Star en Kat Von D. Ken ze beide niet, weet ook verder niet hoe dat ze er nu in staan. Voordat ik daar reacties krijg, ja maar je bent al zo'n Jeffree Star fan. Ja, maar dat betekent niet dat ik geen Kat Von D make-up ga kopen en andersom. Dus mocht ik daar een opmerking over krijgen, daar heb ik op dat moment dan
even schijt aan. Ik vind het gewoon een mooie lipstick. Ik ga hem nog niet swatchen, want ik wil hem graag bewaren voor de Full Face First Impressions. Maar het is echt gewoon een hele toffe lipstick. En dit... Deze lipstick was 20 euro. En dat vond ik echt een goede prijs. Ik heb hier nog drie dingetjes. En onder andere wat ik gekocht heb, wat ik al heel lang wil proberen, is de NARS Radiant Creamy Concealer. Voor degene die willen mijn routine volgen van Live Life Gorgeous en LOG inmiddels. LOG? Nee, dat is Live Life Gorgeous. To Women. Sorry. Ze had natuurlijk eerst Live Life Gorgeous en nu To Women. Zij kochten ooit deze concealer. Eigenlijk begon met de Sheer Glow Foundation. Dat ze heel erg fijn vonden van NARS. Uiteindelijk kochten ze ook deze concealer. En toen ik die foto's zag en hoe gehyped zij erover waren. Ook al is die wel aan de prijs. Dacht ik, oké, ik wil dit echt een keer proberen. Excuus voor mijn krakende bureaustoel. De NARS Radiant Creamy Concealer. Die kost namelijk, even kijken, 28,50 euro. Wat echt niet cheap is voor een concealer. Zeker niet voor onder de ogen. Ik heb hem in de kleur vanilla. Er waren namelijk geen testers meer. Dus ik heb op een gegeven moment gevraagd aan zo'n meid bij Sephora. Van joh, weet je, help mij met een kleur kiezen. En toen zei ik ook tegen haar van, nou, binnenkort krijgen we het dan ook in Nederland. In de Bijenkorf, voor wie dat trouwens wil weten. Ik weet niet precies wanneer, maar ik denk ongeveer september zoiets. Als ik er vanuit mag gaan. Dat het dan ongeveer wel te koop gaat zijn. En mocht ik het dus geen goede kleurmatch vinden. Of ik wil hem wat donkerder hebben. Of wat meer roze, wat meer geel. Dan kan ik hem altijd nog in Nederland kopen. Ik denk namelijk dat dit wel een goede kleur is. Lekker licht, daar hou ik wel van. Maar het was een beetje op de gok. Ik heb in ieder geval in de kleur vanilla. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ga deze dus ook lekker bewaren voor de Full Face First Impressions. Dus als je dat niet wil missen, abonneer dan ook zeker te weten op Shear Academy. Ik vind hem wel duur, maar ik ben wel blij dat ik hem gekocht heb. En finally. Ik ben echt een beetje laat hiermee. Voor hetzelfde vind ik hem helemaal geweldig. En heb ik echt een ontdekking van de eeuw gedaan. Dan hebben echt mensen zoiets van, oh, die heb ik al 10 keer geprobeerd. Dan heb ik hier nog een super leuk product van NARS. Dat is namelijk de Blush Bronzer Duo Mini in Laguna en Orgasm. Het enige wat ik van NARS voor de rest heb in mijn collectie is de Albatross Highlighter en een Dual Intensity Blush. En daar voeg ik nu dit product aan toe. En natuurlijk de NARS Radiant Creamy Concealer. Dit is namelijk hoe de doos eruit ziet. Hij lijkt... niet klein, maar als ik hem open doe, dan zal je zien dat de grootte echt wel groter is. En het grappige was, ik was op een gegeven moment, ik zag deze staan en ik vond de prijs namelijk best wel oké. Deze kostte namelijk, even kijken, 19 euro. En op zich, ja, het is wel klein, maar het is niet onmogelijk om met je kwast hier zeg maar in te gaan. Dit is super handig voor op reis. Maar zeker als je dit product een keer wil proberen. Orgasm Blush, super populair. Laguna Bronzer, heel erg gehyped. Dus ik had zoiets van... I'm gonna wanna try this. En toen dacht ik, laat ik eerst even kijken wat de grote kost. Die is er dus niet meer. Dus of dat die niet meer bestaat, dat die net toevallig niet bij Sephora te koop was daar. Ik wilde hem gewoon graag proberen. En voor 19 euro had ik zoiets van, nou, weet je, ga het gewoon doen. Ook hier ben ik heel erg benieuwd naar, Orgasm en Laguna. Ik denk dat ik zeker geen verkeerde aankoop heb gedaan. Ik vond het een leuke aanbieding, zeg maar. Het lag bij de kassa, bij de minis, die dan best wel duur kunnen zijn. Maar dit vond ik wel een goede deal. En als laatste product wat ik bij Sephora kocht, dat is nogmaals Marc Jacobs. Zoals ik net al zei, het Earthquake potloodje. Ik had liever eigenlijk de zwarte gewild. Maar de full size Blackware, als ik het goed uitspreek, was uitverkocht. Super balen. Toen kwam ik op een gegeven moment tussen het NARS pakketje dit setje tegen. Dit is de Nudeist met een Genius of Gel Eye, een lip en een Pouches Collection product. Dit setje was, heel even kijken, €19,90. Op zich ook een goede prijs. Netjes verpakt in de folie. Mijn moeder kocht trouwens ook een setje van Marc Jacobs. Alleen dan met een lipstick en een lipliner. Dus toen had ik zoiets van, ja, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ik kom op. En wat zit erin? Een heel schattig mini lipstickje. Dit is de kleur Roleplay nummer 110. En dan bedoel ik ook echt heel mini. Maar prima om op te doen. Mooie nude kleur ook wel. Deze ga ik alvast wel even swatchen. Die ga ik waarschijnlijk niet in mijn Full Face First Impressions laten zien. Want dan wil ik natuurlijk Lolita opdoen. En ik kan er natuurlijk geen twee tegelijk op doen. Dat ken je niet. Dus dit is de kleur Roleplay. Doet me een klein beetje denken aan... ja, waar kan ik hem even vergelijken?
Een beetje Gemini van Jeffree Star, maar natuurlijk een hele andere finish. Maar dan iets rozer. Dus ja, leuke lipstick. Eigenlijk perfecte kleur gewoon voor in je tas. Tussendoor bijwerken op vakantie. Formaatje, top. En dan kocht ik natuurlijk... In het setje zat dus ook de Black Square Eye Pencil. En daardoor had ik echt zoiets van... Ik ga dit setje kopen. Eigenlijk puur hierom. En de rest vond ik gewoon leuk meegenomen. En ik zal deze ook even zwartje. Dit is gewoon een zwart potlood. Maar hij is dus echt... Bam, zoals je ziet. Zwart. Super gepigmenteerd. Maar echt zo glad. En ik had echt zoiets van... Waarom is deze uitverkocht? Toen dacht ik... Ja, I understand. Het is echt... Kijk naar mijn hand. Ik bedoel, super veel pigment. En dan zat ook dit er nog in. Dit is een spiegeltje. Ik vond hem trouwens wel een beetje vies. Ik weet niet of jullie dat ook goed kunnen zien. Oh, wacht even. Er zit nog een stickertje op. Maar dit is dus een spiegeltje met een tasje eromheen. Je kan dit tasje natuurlijk ook gewoon voor andere dingetjes gebruiken. Visitekaartjes, ik noem maar iets. Paspoort. Paspoort, ID-kaart. Maar er zit dus een spiegeltje in. En dat is gewoon een leuk ja, collectors item, zeg maar. Ik heb niet echt Marc Jacobs producten. Dus ik vond het ook wel, wel leuk. Best wel zwaar trouwens, dit spiegeltje. En die was dus €19,90. Zeg ik dat goed? Ja. Voor degene die het leuk vindt om alles bij elkaar op te tellen. Ja, I know de schade. Ik ben heel erg blij met deze producten. En achteraf kwam ik er zelfs nog achter dat ik ook eigenlijk een liquid lipstick van Marc Jacobs had moeten kopen. Want die zijn super fijn. Geen idee wanneer ik weer terugkom. Maar die gaat nog een keer op de wishlist. Ik ben echt super blij met alles. Echt super blij. Ik vind achteraf het Too Faced paletje ook echt super tof. Ik ben hier ook heel blij mee. En eigenlijk met alles. Er zijn geen dingen op de Marc Jacobs liquid lipstick na. Die ik achteraf nog had willen kopen. Wat ik wel nog graag had gewild is de bronzing brush. De Hoola brush van Benefit. Die was daar uitverkocht. En op Malaga Airport ook bij de parfumerie. Dus dat is het enige wat momenteel nog op mijn wishlist staat daarmee. Als allerlaatste heb ik nog één product. Wij waren namelijk al in deze shoppingmall geweest op een zondag. Omdat we dachten dat die open was. Dus ik heb ook voor een dichte Sephora gestaan in het eerste instantie. Wat was dat een hel? Ik kan je vertellen. Als je make-up addict bent, is dat een van de dingen dat je denkt... Ah, nee! Super balen. Maar gelukkig gingen we die dag daarna nog een keer terug. Thank God. Maar wat ik dus helemaal over het hoofd heb gezien, want ik heb gewoon het winkelcentrum doorgelopen om te kijken van, hey, wat kan ik hier nog meer doen dan alleen Sephora? Daar bleek dus ook een parfumerie te zitten. Het heet Primor, als ik het goed uitspreek. Waar echt heel veel merken waren. Ze hadden onder andere Inglot, hadden ze niet heel groot assortiment, maar best wel wat dingetjes van. Ik heb Milani gezien, Wet n Wild, Maybelline, L'Oreal en Rimmel en zo. Real Techniques kosten verkochten ze onder andere. En voor de rest nog heel veel parfum en haarproducten. Echt super veel. Het was niet zo'n hele grote winkel, maar het was wel goed ingedeeld. En wat ik onder andere ook tegenkwam, ik weet niet of je het merk kent, misschien niet, Physicians Formula. Dit merk is voor mij in principe niet heel erg bekend. Ik weet nog dat ik ooit een keer een video heb gezien van Marcia, Beauty Gloss. Die volgens mij in Miami, als ik het goed heb, ging shoppen. En die kocht daar een bronzer van Physicians Formula. Die hebben ze trouwens nog steeds. Ook die kom ik tegen. En ik weet het onder andere bij Boozy Shop verkopen. En ik vind het op zich wel een mooi merk, maar ik vind het niet heel cheap. Dus ik had zoiets van, als ik eens een keer wat ervan koop, wil ik eigenlijk eerst even ervaren of het een fijn merk is, of ik het product fijn vind. En dan het een keer kopen. Nou, toen liep ik er toevallig tegenaan. Het is echt een mooi merk. Het ziet er netjes uit. En de prijzen zijn redelijk. Dit product dat ik heb gekocht is namelijk €12,50. Ik kwam hier naartoe gelopen. Het sprak me aan. Ik swatchte net en ik dacht, oh, dit is echt een super mooi highlighter. Totdat ik, nadat ik het gekocht had, op het terras zat en even zat te lezen. Shimmer Strips Custom Nude Palette for Face and Eyes. Oepsie. En dat er dan ook nog... er staat ook gewoon all-in-one op. Totaal niet gezien. En stond op de achterkant dat er nog twee kwasten in zaten. Dacht ik, kwasten? Waar dan? En dat kwam ik dus thuis pas achter waar dat zat. Ik swatchte dit product dus in eerste instantie als een hele mooie highlighter. Zeker nu ik bruin ben gaat dit echt een hele mooie highlighter zijn. Maar achteraf, als ik er goed naar kijk, dan kan ik me best wel voorstellen dat je dit ook gewoon als oogschaduw kan gebruiken. Hij is vrij licht, dus ik doe mijn best om het goed te laten zien op camera. Want hij heeft namelijk allemaal van die vakjes. Ik dacht, ja, leuk, weet je. Ik ga dit namelijk ook niet als oogschaduw gebruiken. Ik wil hem heel graag swatchen, maar ik denk dat ik het toch liever bewaar tot
tot de video. Want ja, dan komt hij gewoon beter tot z'n recht. Maar wat ik dus heel raar vond, ik vond namelijk een leuk doosje. Een beetje kantachtig, lazy patroontje. Met een beetje bloemetjes. Ik vond hem zo dik. Ik had zoiets van, why, weet je wel. En dit is niet ja, heel dik gedrukt of zo. Totdat ik hem per ongeluk openmaakte. En hier nog een geheim vakje ontdekte. Met onder andere een spiegel. En twee kwasten. Nou is dit niet per se het type kwast dat ik graag gebruik. Het is deze kwast. En dit vond ik heel raar. Dit is een oogschaduwkwast. Nou, het is gewoon een sponsapplicator. Maar dit zou bijna meer een wenkbrauwpenseel zijn. Zo schuin dat die is afgesneden. Maar goed, het zit hier prima. Ik heb hem voor de rest ook niet nodig. Maar het is een handig vakje als je nog eens een keer wat anders erin wil vervoeren. Ik vind het een leuk product. Ik vind het een super mooi highlighter. En ja, ik ben er blij mee. Ik vond het een mooi merk om te zien. Maar om er heel veel van te kopen. Misschien voor de volgende keer. Ik vond dit er leuk uitzien. Ik denk dat ik hier ook heel erg blij mee ga zijn. En als ik nog eens een keer wat wil kopen. Het is onder andere te kopen bij Boozy Shop. Ik denk ook deze highlighter. Mocht dat zo zijn, dan link ik even in de beschrijving naar deze highlighter. / nude oogschaduwpaletje. Want ik vind hem echt heel erg mooi. Oké, ik denk dat we er doorheen zijn. Man, oh man, als jullie toch eens wisten wat er nu voor me ligt. Het is echt damn it veel. Ik weet zeker dat deze video echt gewoon zwaar lang is. Dat ik echt super veel heb gepraat. En dan kan je nagaan dat het niet eens is dat ik alles verteld heb wat ik heb gedaan. Ik ben heel erg blij met alles. Sephora, love it. Deze, waar ben je? Zelfbruiner, echt een ontdekking. Ik vind de ketting heel erg leuk van Sarah. Het boek Monica Geus, wat ik al zei, is echt super tof. Echt een aanrader. En ik ben gewoon heel erg blij. Dus voordat deze video echt een uur wordt, wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ga zeker ook de vakantievlog checken. En als je nog niet meedoet met de winactie, waar je onder andere Gucci Guilty kan winnen, gloed en gloednieuw, dan moet je zeker even die video gaan checken. Die zal ik uiteraard even hier linken. Abonneer dus zeker te weten ook op mijn kanaal om zeker op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En onder andere om kans te maken op deze beauty. En dan zie ik je heel erg graag weer bij de volgende video.